In de tweede week dat Harley bij ons in huis is, nemen we hem nog mee naar zoveel mogelijk verschillende plekken. Dus we brengen hem in zoveel mogelijk verschillende situaties, zodat hij dat allemaal leert kennen. En zo lopen we ook gewoon een supermarkt binnen. Harley gaat lekker mee. Ja, dus we besteden echt veel tijd aan de socialisatie. Maar we nemen Harley niet alleen maar mee naar verschillende plekken. We laten hem ook kennis maken met heel veel verschillende geluiden. Zoals stofzuigen en dat soort huishoudelijke dingen. Maar dit is een extreem geval en dat is een ritje op de grasmachine. En dat doe je natuurlijk alleen maar op het moment dat je ziet dat je puppy daar helemaal geen angst voor heeft. Want anders doe je dat niet of je gaat dat heel langzaam opbouwen. Maar het is natuurlijk niet echt noodzakelijk om je puppy op een grasmachine te vervoeren. Na al die drukte is het wel lekker om te lopen in het bos. Ook dat is belangrijk voor de socialisatie. Je ziet soms dat honden heel anders reageren op rustige plekken. En als ze dan ineens iemand tegenkomen, dan dat je in een drukke stad loopt. Dus doe dat zeker ook. En dan ben ik al gelijk begonnen met de training in week 2. En ik ben begonnen met de voertraining. Harley die eet inmiddels weer goed. Dus ik geef al het voer geef ik uit de hand. En dan kan ik direct een oefening aan koppelen. En dat is wat mij betreft een van de belangrijkste oefeningen. En dat is de pup naar je toe roepen. In het begin roep je hem op het moment dat hij al naar je toe komt. En als hij bij je is, dan krijgt hij een deel van zijn voer. Ik ben daar met Harley al een dag of 2, 3 mee bezig. Het gaat heel erg goed. En nu gaan we voor de eerste keer los. Zo. Nou, niemand te zien. Wil proberen? Wil een keer proberen, kom maar. Ik zoek dan een rustig plekje uit in het bos. Waar ik overzicht heb. Dus dat ik eigenlijk zeker weet dat ik niemand tegenkom. En dan laat ik hem een stukje van me aflopen. En dan ga ik kijken als ik hem roep of hij ook bij me komt. Kom maar! Ja, goed zo! Goed zo, Harley. Ja, en als je dit maar regelmatig herhaalt. Pupje roepen. Maakt niet uit wat je zegt eigenlijk. Het gaat erom dat hij bij je komt. Dus gekke geluidjes maken. Liefst met een hoge stem. En als hij dan bij je is, een deel van zijn portie voer geven uit de hand. En dan mag hij gelijk weer vrij. Dus hij moet leren dat als hij komt, het is alleen maar leuk als hij bij je komt. Ali, kom! Kom maar! Kom maar! Ja! Kom maar! Prrr, kom maar! Goed zo! Keurig! Dat is een goede hond. Ga maar weer. Doe maar. En belangrijk om te onthouden is dat je de pup niet moet gaan vangen. Dus wat je net al zag is dat ik achteruit liep. En wat je volgens mij niet kon zien is dat ik mezelf klein maakte. Want dan komen ze sneller bij je. Zo direct komt er een beter voorbeeld. Dan ren ik gewoon weg. Dus ik ren van de pup weg. En dan wil ik dat hij naar mij toe komt. Uiteraard moet je je pupje goed in de gaten houden. Maar dat werkt goed. Hier ga ik, let op. En dan draai ik me om. En dan maak ik me klein. Hey, kom maar, goed zo. En dan komt hij aanrennen. En dan volgt de ultieme beloning. Hè? Dus heel enthousiast zijn en zijn voerbeloning uit de hand. En dat is dus gewoon zijn eigen voer. Nou, zoals ik in de omschrijving al heb gezet, is dat Harley vervelend aan het worden is. En dat is eigenlijk een goed teken, hè, want hij is nu ruim een week bij ons in huis. En hij begint zich goed thuis te voelen. En dat betekent ook dat hij, dat hij dit soort gedrag gaat vertonen. En dat maakt lekker herrie, dus dat vindt hij leuk. Lekker aan zijn kussen schudden en grommen zo direct. En dat is natuurlijk ongewenst gedrag en dat moeten we hem gaan afleren. Ik vind het altijd wel mooi om te zien, want het is echt een teken dat hij zich thuis aan het voelen is.
En we krijgen dan ook echt heel veel vragen over gedragsproblemen bij puppy's en dan voornamelijk het bijtgedrag. Nou, wat je moet onthouden is dat dat een heel normaal gedrag is. Hè? Hij gebruikt zijn tandjes om zijn bijtrem te leren kennen. En je moet hem leren dat dat ongewenst is. Hè? Dus kleding bijten, dan ruil je dus met de puppystick. Dus je biedt hem gewoon een alternatief aan voor je kleding. En dat doe je met alles. Dat doe je ook op het moment dat hij in je handen bijt. En als hij in de lijn bijt, et cetera, et cetera. En het grote probleem is dat mensen geen geduld hebben. Hè? Dus ze denken dat als ze twee keer dat geprobeerd hebben en dat lukt niet, ja, dan geven ze het op en dan gaan ze iets anders proberen. Dan gaan ze heel hard auw roepen en dan gaan ze misschien wel een fysieke correctie geven of ze doen de pup in de bench. En dat werkt niet. Het werkt alleen maar op het moment dat je heel consequent bent. Dus lijntje rustig uit je bekje halen, de puppystick aanbieden, een stukje gaan lopen, dan mag hij de puppystick gewoon in zijn bek meedragen en laat hij hem vallen, dan berg je hem weer op. En dat is de manier dat je jouw puppy op een snelle manier kan afleren dat hij in je handen bijt, in kleding en in je kinderen, et cetera, et cetera, et cetera. Wanneer je pup echt gedragsproblemen gaat vertonen, hè, dus dat hij echt de hele tijd vervelend is, dan kan dat twee oorzaken hebben. En oorzaak 1 is eigenlijk dat hij te weinig rust krijgt. Vergelijk het met een heel klein kind die moe is. Die wordt ook vervelend, die gaat huilen en dat soort dingen. Dat is met puppy's is dat ook zo. Vandaar dat we een schema op de website hebben staan. Dat staat bij puppycursus week 1 staat die al. En er zit een slaapschema, dus dat je je puppy verplicht rust geeft. En dat is erg belangrijk. Maar goed, je kan de pup nog niet fysiek heel erg belasten. Maar je moet hem wel voldoende uitdagingen geven. Want anders kan hij ook vervelend gedrag gaan vertonen. En de ultieme manier, dat zijn denkspelletjes voor de hond. En de dames hebben net een beloningsbal gevuld met beloningssnoepjes. Dat zijn eigenlijk puppytrainingssnoepjes, in dit geval pens. Die ruiken lekker sterk. Ja goed, en die doen we in de beloningsbal. En daar moet hij nog heel eventjes aan wennen, maar je ziet, dat pakt hij snel op. Hij merkt dat als hij de bal in beweging brengt, dat er uiteindelijk snoepjes uitvallen. En dat is een heel leuk spelletje, dat noemen we een denkspelletje. We hebben nog een leuk spelletje, dat is de snuffelmat. En die zal ik in een andere video een keer laten zien. Maar de beloningsbal, dat is echt heel erg leuk voor puppy's. Weer wat nieuws, hè? Nou, nu het zo lekker weer is, vind ik het prettig om buiten de spelletjes te gaan doen met de pup. Nu heb ik natuurlijk een heel groot voordeel en dat is dat ik alle attributen hier zelf op het trainingsveldje heb staan. Ik begrijp dat je dat zelf niet hebt. En dan is het wel goed om naar een hondenschool te gaan. Maar zoals ik in het tweede deel van de online pupcup uitgelegd heb, neem dan privéles. Ga naar een goede hondenschool. Die privéles geeft. En dan kan je allemaal dit soort dingen doen. Kom hier, goed zo. Hij zit met je pink te spelen. Ja, goed zo. Ja, dat is een brave hond. Kijk, ja, waar pakken hem ook doorheen lopen. Alleen even af, dat is makkelijker. Huh? Dan ga je daar aan die kant zitten. Wil jij deze even? Ja. Oeh. Ja, kom maar, roep hem maar. Hey, Harley, kom maar. Harley. Hey, ba, ba, ba. Kom maar, ja. Super. Dat is spin eruit halen. Volgens mij heeft hij hem op. Nee, hier, kijk. Ja, leef. Oh. Hier. Zo. Ja. Het leidt hem wel aardig af, zo'n spinning. Ja. Oké. Nou, zet hem maar. Hallie. Hallie. Kijk eens. Hey. Heb je nog een bokje in je hand? Ja. Ja, dat dacht ik al. Dat ruikt niet. Gooi een bokje hier maar in. Pak hem maar in. Ja. Oh, je hebt een heleboel bokjes. Kijk eens. Ja. Goed zo. Braaf hoor. Dat is goed. Keurig. Kijk eens hier. Daar. Eén, twee. Goed zo. Ja.
Allee, kijk eens, kom maar. Goed zo. Dat is knap, hè? Dat is een knappe pup. Goed zo. Nou, daar is je ook al niet bang voor. Kijk, hij gaat er zelf al in. Ja. Zo. Kom, we gaan weer jou overheen laten lopen. Ja, dat is natuurlijk wel iets spannender. Gaat hier in de blokken? Dan zet ik hem daar neer. Yes. Ja, ga je doen. Goed zo. Kom maar. Okay. Nou, we gaan Harley nu over de kattenloop heen laten lopen, zoals dat dit agility toestel heet. En dan is het natuurlijk zaak dat je zorgt dat hij er niet afvalt. Want op het moment dat hij nu een slechte ervaring heeft met de hoogte van de kattenloop, ja, dan krijg je dat er niet meer uit. Dus begeleid zo'n hondje heel erg goed en zorg dat hij er in geen geval afvalt. Goed zo. Elise? Ja? Wil je even komen met Harley? Is goed. Wat gaan we doen dan? Vandaag gaan we beginnen met het ontwormen van Harley met pannenkuur. Want alle pups die bij je moeder vandaan komen, die hebben in principe wormen. Dus het is verstandig als je ze ongeveer een weekje in huis hebt, dat je hem even goed ontwormt met pannenkuur. Dus okay. Gaan we vandaag gewoon mee beginnen. Misschien kan je er wat beloningssnoepjes op halen. Kun je hem daar mee belonen. Is goed. Ja, zoals Mireille net al aan Elise uitlegde, is dat alle puppen in principe wormen hebben. En dat komt omdat de puppen dat meekrijgen via de moedermelk. En dat heeft niets met de hygiëne te maken bij de fokker waar je de pup gekocht hebt. Dat heeft ook niets te maken of de fokker de moederhond goed ontwormd heeft of niet. Dat krijgen ze nu één keer mee via de moedermelk. Dus het is een goede zaak dat als je pup een weekje in huis is, dat je hem ontwormt met pannenkuur. Pannenkuur, dat is een kuur van 3 dagen en die pak ook Giardia aan. En zoals je ziet parkeert Mireille de pup heel handig achterwaarts zodat hij niet weg kan. En als je echt wil weten hoe je de pup het makkelijkste pannenkuur kan geven, bekijk je eventjes de video hoe je de hond medicijnen moet toedienen. En daarin leggen we stap voor stap uit hoe je dat het beste kan doen. Nou goed, we zijn in september, maar we gaan nu al beginnen met de vuurwerktraining. Dat zouden we ook gedaan hebben op het moment dat het januari was, of februari. Want dat is gewoon heel erg belangrijk, want we willen niet een hondje hebben die straks bang is voor vuurwerk. En dan beginnen we eigenlijk met hele kleine geluiden, zoals wat Elise net deed in de handen klappen. Harley die is bijna van niks bang volgens mij. Dus we pakken er nu 2 stenen bij. En ik observeer dan de pup heel goed of hij daarop reageert of niet. Wat belangrijk is dat we het niet bijzonder gaan maken dat Elise herrie maakt. Wat belangrijk is dat ik gewoon lekker met de pupje aan het spelen ben. En in de tussentijd kijk ik gewoon, reageert hij daar ja of nee op. En reageert hij daar niet op, dan kan Elise steeds meer herrie gaan maken. Okay. Nou, op het moment dat je pup niet reageert op geluiden, dan gaan we met de echte vuurwerktraining beginnen. Maar eerst nog even dit. Plassen. Zoals je net hoorde, zei ik het woordje plassen. Ik loop het veld op en op het moment dat de hond gaat plassen, dan zeg ik ook plassen. Want ik wil namelijk dat mijn hond straks op commando kan plassen en kan poepen. En als ik maar iedere keer op het moment dat mijn hond gaat plassen, plassen zeg, dan gaat hij op een gegeven moment ook proberen te plassen op het moment dat ik dat woordje zeg. Maar daarover later meer. We gaan nu dus beginnen met het echte vuurwerktraining. We hebben dus al met geluiden gewerkt. Daar reageert Harley niet op. En we gaan nu beginnen met het afsteken van sterretjes. Dat is redelijk veilig, omdat een sterretje die maakt natuurlijk geen knalgeluid.
Maar het voordeel is dat hij wel de geur van het kruid heeft. En daar, dat is ook een belangrijk deel van het vuurwerk. Honden die werken heel veel met de neus. Dus op het moment dat ze de geur gaan herkennen en ze denken, joh, dat is helemaal niet negatief. Dan gaan ze vuurwerk gaan ze helemaal niet eng vinden. Hier zie je dat ik met de puppy aan het spelen ben. In het licht, in de zon, ook dat is een bewuste keuze. Want een sterretje in het donker, dat zal ik je zo direct laten zien. Dat heeft natuurlijk veel meer impact dan een sterretje in de volle zon. Want de sterretjes, ja goed, je ziet ze bijna niet. Maar je hoort ze wel en je ruikt ze ook. Dat is eigenlijk de eerste kennismaking met echt vuurwerk. En dan gaan we langzaam, stapje voor stapje, gaan we dat uitbouwen. Zo. Dat is leuk, hè? Dat is leuk, hè? Zo. Heel goed. Nou. Zo, hè? Nou, steek er nog maar één aan. Dat heb je niet meer. Op? Ja. Oké. Nou, hij reageert hier niet op, hè? Nee. Dan kunnen we vanavond, als het wat donker is... Doe het in het donker, want dan ziet hij het veel beter. Hè? Ja, dat is beter. Dus, goed. Maar dat is mooi. Maar nou ruikt hij het al wel, hè? Kruidluchten en dat soort dingen. Ja, het stinkt. Ja, het stinkt. Mooi, Ali, hè? Hey. Ja, daar staat het. Zo. Zo. Dat heb je. Dat is mooi. Kom maar. En die? Vind je die leuker? Vind je die leuker? Zo, hè? Nou, omdat Harley helemaal niet reageert op de sterretjes in het licht, ga ik gelijk een stapje verder. En dan doen we dat bij ons in de loods, waar het een stukje donkerder is. En dan zie je de sterretjes ook een stuk beter. Reageert je pupje wel, dan zorg gewoon dat je de afstand vergroot. Hè. Dus begin op een grote afstand. Lekker spelen met je pupje. Dit is best extreem. Hè. Elise die steekt een heleboel sterretjes tegelijk aan. Nou, Harley is gewoon geen angstige pup. Dus dan kan je die stappen ook maken. Maar deze training is echt bedoeld om gewoon heel rustig aan dat op te bouwen. Want je moet er niet voor zorgen... dat je pupje hier een slechte ervaring aan overhoudt, want dan ben je verder van huis natuurlijk. Bij twijfel niet doen en zorgen dat je met een expert erbij deze training gaat doen. Nou ja, met Harley gaat het zo goed dat we ook de lampen even uit hebben gedaan in de loods. Dat gaat gewoon echt geweldig. Dus we gaan in de volgende video... Dan gaan we proberen om met een klein beetje knalvuurwerk, en dat is echt gewoon kindervuurwerk, dat we daarmee gaan trainen. Ja, en dan is Harley op een gegeven moment klaar voor oud en nieuw. Volgende week zie je dat Harley me per ongeluk voor mijn vingers bijt. En gaan we verder met de vuurwerktraining. Vind je mijn video's leerzaam en leuk? Doe even een duimpje omhoog en abonneer je op het YouTube kanaal. Zo weten we dat we door moeten gaan met het maken van deze online puppycursus.